Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een Hoopvol Leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende Godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen. Welkom in de podcastserie Kies voor een Hoopvol Leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie en gezinstherapeut. En verbonden aan het christelijk hulpverleningscentrum Bethesda in het Belgisch Limburg. Haal kracht uit je schaduw. Laat ik beginnen met een aantal voorbeelden. Over het algemeen kun je jezelf goed beheersen, maar toen de vergadering te lang duurde en er geen zicht was op overeenstemming, barstte je onverwachts in woede uit en begon je jouw gesprekspartners uit te schelden met woorden die je nog nooit eerder gesproken hebt. Achteraf viel je een enorme kater aan over en begrijp je van jezelf niet waarom je zo uitgevlogen bent. Ander voorbeeld. Gisteravond hadden jullie weer eens ruzie als koppel. Het begon over een bagatel, maar binnen de kortste keren vernederde je haar door op de mislukte relaties uit haar verleden te wijzen. En ondanks dat je haar verdriet zag, bleef je koel cool en afstandelijk en deed je niets om het weer goed te maken. Weer een ander voorbeeld. Je bedrijf groeit en met het aantal werknemers besef je ook dat delegeren en taken overdragen niet alleen onvermijdelijk, maar erg belangrijk is. Je wil dit ook graag, maar je vindt het moeilijk om anderen te vertrouwen dat ze bekwaam genoeg zijn om hun werk goed te doen. Je hebt zo'n perfectionistische kijk dat je telkens weer zaken naar je toe trekt en dwangmatig alles controleert wat anderen doen. Weer een voorbeeld. Deze week heb je bij een ernstig conflict binnen jullie organisatie weer een strachte te bemiddelen. Hoewel je de zaken wat hebt kunnen sussen, heb je er een slecht gevoel aan overgehouden. Je hebt voor de zoveelste keer weer zo'n pleasende en softe houding ingenomen dat je je eigen waarden en principes totaal negeerde. Je angst voor verwerping en de gedachte dat niemand oog voor jouw mening wilt hebben, heeft je onmachtig gemaakt om uitdrukking te geven waar jij voor staat. Een groot lijden in ons leven is het verschil tussen het gedrag dat we wensen te tonen en datgene wat we onszelf dadelijk zien uitvoeren. We willen niet kwetsen, maar we doen het toch. We willen niet eerzuchtig zijn, maar we doen het toch. We hebben een hekel aan jaloezie, maar regelmatig overvalt het ons. We willen uitdrukking geven aan onze waarden en idealen, maar slikken het toch telkens weer in. Hoe komt dat toch? Onze schaduwkant. Als we ter wereld komen, hebben we oneindig scala aan mogelijkheden en verlangens dat om uitdrukking en ontplooiing vragen. In onze opvoeding wordt ons echter duidelijk gemaakt dat we ons moeten voegen binnen de bestaande orde van het gezin en de omgeving waarin wij geboren worden. Onze ouders hebben hun idealen en regels en normen die beslissen hoe het gezin waarin wij opgroeien eruit ziet. Op zich is dit aanpassingsproces heel gezond. Het geeft ons de mogelijkheid om ons te hechten en te verbinden binnen de kleine context waarin we leven. Vooral als dit een open en liefdevolle omgeving is, kan het juist een goede uitgangspositie bieden om in de loop van de tijd op een gepaste manier onszelf te tonen en te ontwikkelen. Het gaat mis als de verwachtingen die onze opvoeders van ons hebben zo rigide is dat er geen ruimte is om onszelf te zijn. Wie we dan werkelijk zijn of willen zijn, stoppen we weg, verdringen we in wat we noemen onze schaduwkant. Soms weten we nog wel wat er in onze schaduw verborgen ligt, maar in de loop van de jaren worden we ons steeds minder bewust van wat er diep in ons zit. Zijn we in een dysfunctioneel gezin opgegroeid, waar geen echte zorg gegeven kon worden door afwezigheid van de ouders, langdurige ziekte, geweld of verslaving, dan komen we helemaal niet aan onszelf toe maar gaat alle energie naar het aanpassen en overleven in de situatie. Hoe dan ook, later in ons leven komt de schaduwkant onherroepelijk op tafel. Als je echt een niet of onvoldoende geleerd hebt om jezelf op een gezonde, evenwichtige manier te laten zien, laat onze schaduwkant zich op een problematische manier kennen. Zoals in de eerder genoemde voorbeelden. Dan komt deze met agressie, achterdocht en schaamte naar voren en kan ze leiden tot machtsbegruik, Egoïsme, wantrouwen en isolatie. Een bekend voorbeeld waarbij iemands schaduwkant sterke invloed had op zijn levensstijl was Bill Clinton. Bill groeide op in een dysfunctioneel gezin. Zijn stiefvader was een alcoholist die vaak zeer gewelddadig kon zijn. Als oudste zoon nam hij de rol van redder op zich en tracht het gezin bij elkaar te houden. De prijs daarvoor was wel dat hij veel emoties wegduwde en het leed in zijn opvoeding later bagatelliseerde. Het gevolg was dat Bill aan de ene kant mensen een goed gevoel kon geven, maar tegelijkertijd de nodige confrontaties uit de weg ging. De leugens over zijn verleden en buitenechtelijke relaties waren voor hem heel vanzelfsprekend en hoorden bij de overlevingsstijl uit zijn opvoeding. Schaduw en opvoeding. Hoewel we voorzichtig moeten zijn om de vorming van onze persoonlijkheid geheel bij onze opvoeding neer te leggen, context en aanleg spelen ook een rol, worden ons in de eerste levensjaren wel een aantal bouwstenen aangelijkt die op het moment een beslissende richting aangeven. Als kind heb je geen mogelijkheden om zelf keuzes te maken en worden je waarden bepaald door hoe deze in jouw omgeving zichtbaar worden en de opvoeding die je krijgt. Later heb je echter de verantwoording om deze te evalueren je eigen waarden vast te stellen en deze vorm te geven in je leven. Voordat we gaan kijken hoe jij deze verantwoordelijkheid op je kan nemen, eerst iets over de invloed van je opvoeding. Je groeit niet alleen op binnen een gezin met een eigen identiteit, waar vaste overtuigingen zijn over goed en kwaad, de zin van het leven en hoe je relatie met de buitenwereld eruit moet zien. Je ouders hebben ook bepaalde verwachtingen van elk kind afzonderlijk, en deze verwachtingen hebben te maken of je een jongen of een meisje bent, of je gewenst bent, hoe je je gedraagt, maar ook met de idealen die je ouders aan jou willen overdragen, de inschatting die ze maken van je intelligentie en de talenten en de persoonlijke behoeften die ze zelf hebben. Zo kunnen ouders sterke verlangens hebben dat hun kinderen sportieve of intellectuele prestaties leveren om waar te maken wat ze zelf niet hebben kunnen vervullen. Het kan ook zijn dat je hun positie en eer moet realiseren door braaf te zijn of naar hun principes te leven. Als ouders zelf bang zijn om uit de boot te vallen, proberen ze het gedrag van hun kinderen zo te beïnvloeden dat het beeld van de buitenwereld van hen geen gevaar loopt. Zoals gezegd, hebben ouders vaak van elk kind een ander beeld en andere verwachtingen. Enkele van deze vaak onbewuste verwachtingen zijn in een aantal erg algemene categorieën onder te brengen. En vragen om een adequaat antwoord van het kind om zich daarvan te bevrijden en zijn echte identiteit niet naar de schaduw te verdringen. Een eerste, het zorgende kind. Het zorgende kind is erg gevoelig voor de noden die er in het gezin zijn. Wil daarin helpen en verantwoording nemen. Soms wordt het kind hiervoor uitgenodigd, soms is het de situatie die ervoor zorgt. Bijvoorbeeld als de moeder langdurig ziek is of de vader verslavingsproblemen heeft. Kinderen proberen dan te helpen om het gezin in balans te houden door voor iedereen te zorgen. Wanneer hier geen erkenning aan wordt gegeven en deze zorg dus als vanzelfsprekend wordt gezien, vervreemdt het kind van de behoeften die het op dat moment heeft. En gaat hij een patroon ontwikkelen van zichzelf wegcijferen en de belangen van de anderen voorop te stellen. Een houding die hem later heel erg opreekt. Een andere mogelijkheid, een kind dat klein moet blijven. Sommige ouders vinden het moeilijk om hun kinderen los te laten en te laten uitgroeien naar zelfstandige mensen. Ze hebben het nodig om iemand bij zich te hebben voor wie ze kunnen zorgen of de leegte in hun leven op te vullen. Vaak gaat het subtiel en groeiend kind nooit uit de afhankelijkheid van de ouder en blijft het bij elke beslissing de ouder betrekken en vindt het moeilijk om zelf verantwoording te nemen. Een ander geval, het perfecte kind. Dat is het kind dat braaf moet zijn, niet tot last mag zijn van de ouders, maar juist de verwachtingen van de ouders waar moet maken. Het zijn kinderen die in de pas lopen, goed en best doen en waar niet over te klagen valt. Het perfecte kind is gevoelig voor de verwachtingen die zijn opvoeders aan hem stellen en wil er graag aan voldoen. Wanneer dit echter ten koste gaat van het kennen van zijn eigen aanleg en de manier waarop hij met anderen wil omgaan, hij geen ruimte voelt om zijn gevoelens te uiten, loopt zijn vrijheid gevaar. En wordt hij levenslang afhankelijk van wat anderen vinden. Iedereen zal dan de lieve jongen of het dienende meisje zien, maar niet dat er diep van binnen boosheid en wrok is, omdat die beeld geen recht doet aan wie men werkelijk is. De zondebok, het lastige kind. Maar achter het lastige, moeilijke gedrag zit vaak de zorg. Om de aandacht van de ouders af te leiden, om de relatieproblemen te temporaliseren en de spanningen in het gezin naar zich toe te trekken. Daar de zondebok alle verwijten krijgt, krijgt hij ook een negatief beeld van zichzelf. Ik heb het altijd gedaan. Een beeld dat zijn gedrag sterker kan maken en zijn motivatie nog minder zichtbaar maakt. Wat zijn hier de gevolgen van? Door de inzet die men als kind moest geven. Vaak voor taken waar men als kind toch niet voor geschikt was, worden de diepere behoeften verdrongen. Het verlangen om gezien, erkend te worden, de eigen talenten te ontwikkelen, worden dan naar de schaduw verdrongen. Maar ook het karakter wordt aangepast: bescheiden, behulpzaam, vriendelijk. Toch laat de schaduw zich niet zo gemakkelijk verdringen. Soms op onverwachte momenten, vaak ook uit latente weerstand, faalangst en energie, belemmerde schuldgevoelens die de eigen ontplooiing tegenhouden en de relaties negatief maken. Zo kan iemand die geleerd heeft zijn eigen gevoelens te verdringen bij verliefdheid niet weten hoe en of men met de ander contact kan maken. Wanneer persoonlijk verdriet niet geuit kan worden omdat de belangen van het gezin voorgingen, zal men ook later gevoelens van pijn en teleurstelling verdringen en geen plek vinden om deze te uiten en troost te ontvangen. Voor woedeuitbarstingen zal men zich alleen maar schamen en zich telkens voornemen deze niet meer te uiten, in plaats van te kijken waar deze woede vandaan komt en hoe de verontwaardiging op een andere manier geuit kan worden. Om goed te functioneren zijn grenzen nodig. Geparentificeerde kinderen hebben het echter moeilijk om het recht te nemen deze grenzen in hun relaties aan te geven. Een andere weg die men soms gaat is het compenseren voor wat men vroeger gemist heeft. En gaat men ongeoorloofde seksuele relaties aan? En worden financiële materiële belangen op een ongezonde manier verworven? Hoe zit het nu met christenen? Soms zullen christenen meer moeite moeten doen om zich los te maken van ongezonde patronen waar men veel geeft, maar waarvoor men geen of weinig erkenning ontvangt. In de Bijbel wordt ons immers toch geleerd om lief te hebben, te dienen en zichzelf te verloochenen. Tegelijkertijd bieden kerken de mogelijkheid aan leiders om hun verdrongen schaduwkanten op een nette manier te uiten. Soms door prediking met een schuldindicerende toon, vasthouden aan leiderschapsposities, God of de kerk heeft mij aangesteld, pastoraat waarmee men een vorm van intimiteit opbouwt die men in het echte leven niet aandurft. Je schaduwkant met zijn verborgen verlangens kennen is een belangrijk element van volwassen worden. Zicht hebben op wat jou drijft en motiveert, waar je jeugddromen op wijzen, waar je energie van krijgt, zijn de vereisten om op weg te gaan naar je bestemming. Maar ook hoe frustraties, negatie en verwachtingen van anderen jou beïnvloeden en waar je kwetsbaar voor bent. Want gezonde relaties vragen om gezonde kennis van zowel je kwaliteiten en verlangens als je zwakheden en gevoeligheden. Als christen beseffen we nog meer hoe belangrijk het is om met ons innerlijk in het reinen te komen. Onverwulde verlangens kunnen uitweg zoeken in zondig en destructief gedrag. Verslaving, agressie, ongeoorloofde seks liggen op de loer om onze innerlijke pijn te verzachten. Maar de weigering om onze schaduwkant te willen zien kan ook leiden tot innerlijke wrok, bitterheid en zelfverwerping. Ten eerste, inzicht in je gedragspatroon. Jezelf begrijpen is een eerste voorwaarde om met je schaduwkant in het reinen te komen. Begrijpen betekent niet goed of afkeuren, maar inzicht hebben in hoe je verlangens, behoeften en emoties inwerken op ons gedrag. Inzicht in je karakter en hoe het gevormd is, is een voorwaarde om volwassen te worden. Als Paulus een uitweg biedt voor het innerlijke conflict tussen goede verlangens en verkeerd gedrag, geeft als eerste fundament dat er geen veroordeling is... voor mensen die hiermee worstelen, Romeinen 8 vers 1. Inzicht in jezelf, het naar jezelf durven kijken... vragen om geliefd te zijn en onvoorwaardelijke acceptatie. Niet onze schaduwkansen vormen het probleem... wel het negeren ervan. Tweede, ken je verdrongen behoeften. Nu je zicht hebt op de manier waarop jouw schaduwkant werkt... Moet je niet in de eerste plaats goede voornemens maken om jezelf te beheersen, je beter te uiten en meer empathie te tonen? Het gaat erom eerst je diepere behoeften te kennen en de uiting aan te geven. Als je het perfecte kind was, zul je de vrijheid moeten verwerven en uitdrukking leren geven aan jouw gevoelens en je mening. Ook al zal dat misschien in het begin er wat geforceerd en houderig uitkomen. Als je de zondebok bent, zul je bewust moeten worden van de andere kant van jezelf. Die van verantwoording dragen en inleving tonen. Ben je het zorgende kind geweest, moet je leren ontvangen. Wees attent op de mensen die er voor jou willen zijn en geniet van elk compliment dat je krijgt. Derde, maak je los van de verwachting van anderen. De belangrijkste reden dat wij onze schaduwkant verdringen is onze loyaliteit naar anderen, allereerst naar onze ouders maar later ook de anderen van wie hij liefde of erkenning nodig hebben. Het revolutionaire van Jezus is dat hij ons vrijmaakt van de erkenning van anderen, allereerst van onze ouders, door ons te tonen hoe hij ingaat tegen de wensen van zijn moeder en broers, maar ook door te stellen dat we door het volgen van hem onze ouders moeten en kunnen loslaten. Mattheüs 10 vers 37. Op een andere plaats legt hij uit dat het willen voldoen aan de verwachtingen van anderen ons leven blokkeert. We hebben eer nodig, maar het geloof in God tilt ons boven de verwachtingen van anderen uit en maakt dat we ons op een andere manier in onze behoeften laten voorzien. De vierde. Neem verantwoording voor je eigen gedrag en leven. Het gaat niet op om als volwassene je gedrag aan je opvoeding te wijten. Als je dwangmatig gecontroleerd, wantrouwend bent, verwijtend en woedeuitbarstingen kent, je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Zeg niet ik ben nu eenmaal zo en het ligt aan mijn karakter of ik ben zo opgevoed. Kijk eerlijk naar je gedrag en vraag je af of dat jou recht doet en jou brengt tot de mens die je diep van binnen wilt zijn. Spijt hebben, verantwoording voor je gedrag nemen, excuses aanbieden, zorgen niet alleen voor betere relaties. Maar help je ook om meer controle over je gedrag te hebben. Ten vijfde, kies voor je roeping en talenten. Afhankelijk blijven van de rollen die anderen jou hebben voorgeschreven, leiden je af van je bestemming. Je talenten en dingen doen die je energie geven en wakker maken, leiden naar hetgene waarvoor je geroepen bent. We hebben allemaal unieke talenten en gaven gekregen om anderen te dienen. Ten zesde, bouw aan je nieuwe, echte identiteit. Wie ben je? Levenslang zijn we op zoek naar wie we werkelijk zijn. Het is gevaarlijk om je identiteit te laten afhangen van wat anderen van je vinden. Bewust te worden van je identiteit vraagt de moed om uniek te zijn. En te zorgen dat het verhaal dat je vertelt authentiek is en geen masker dragen. Voor de gelovigen begint onze identiteit bij onze roeping. God riep Abraham om een nieuwe identiteit te aanvaarden, vader van een menigte volken zijn, Mozes als stichter van een volk, Gideon als een held en Jezus die zijn discipelen riep om zichzelf te zien als vissers van mensen. Hoewel onze opvoeding, levenservaring en relaties met andere mensen onze bouwstenen aanreiken om ons karakter te vormen, zeggen ze niets over onze roeping. Deze komt van buitenaf. Luisteren naar die stem vraagt dat we alle andere stemmen durven negeren, ongehoorzaam worden aan de verwachtingen van onze ouders en anderen en alleen onze schepper de volledige volmacht geven over ons leven. Onze identiteit is geen ontkenning van onze schaduw, maar juist een integratie, omdat ze schitterende schatten en mogelijkheden herbergt. Als alle dingen tezamen meewerken te goede, geldt dat ook voor onze schaduw. God is een creatieve hersteller die zelfs de meest beschamende herinnering en de grootste stomiteit kan gebruiken voor zijn superproject in deze wereld. Je hebt geluisterd naar een aflevering. Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie ga dan naar onze website www.betesda.be. Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar